Met Traces of the Familiar van Jaya Pelupessi en Felix van Dam presenteert Foam een experimentele tentoonstelling met een nieuw soort fotografie. Wat zij doen is eigenlijk hun expertise combineren. En daarmee hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld die deels gebaseerd is op fotografie en deels op grafisch ontwerpen en dan wel zeefdrukken. Het project grijpt terug op de oorsprong van de fotografie, waarin experimenteren van groot belang was. En doet dat in een tijd waarin we omgeven worden door digitale fotografie en het maakproces minder ambachtelijk is. Zij laten een heel spannend project zien, waarbij ze van tevoren niet wisten wat de uitkomst was. En dat levert fascinerende beelden op, die soms een beetje aandoen als archeologische vondsten. En waarin tegelijk die experimenteerdrift zit, maar ook een esthetische kwaliteit die verleidelijk is. Ik woon in een huis in Utrecht en daar kwam mijn kamer vrij. En daar ben ik via onze gemeenschappelijke vrienden daar gaan wonen toen ik 18 was aan de academie begon. Toen hebben we elkaar leren kennen. Ja, dus hebben in 8 jaar hebben we eigenlijk... 8 jaar samen gewoond. 8 jaar samen gewoond, ja. Dit is waar we nu zitten, is de woning en daaronder zit de studio. En als jij mijn studio uitloopt, dan loop je zo rechtdoor en dan loop je... Ja, dan heb je een galerij en dan loop je doorheen en dan zit ik aan de overkant met de studio en dan woon ik daarboven. Ja, hier, kijk, daar fotograferen we en hier drukken we alles aan. Ja. We hebben een foto gemaakt uit mijn oude studio, uit het raam. En dat raam, het was met gewapende glas. Dus daar had je van dat ijzerdraad dat je erin zitten. En dat zag je op die foto. Terwijl iedereen, dat is ongeveer de eerste foto die we mee maakten. Terwijl iedereen tegen ons zei, dat kan niet, dat gaat niet lukken, blablabla. En toen we zagen dat je zo gedefinieerd, gedetailleerd, in ieder geval alleen al dat raster van dat raam erop kon krijgen. Toen denk ik dat bij mij zoiets kwam, nou, dit moet gewoon lukken. Je moet er gewoon mee door. Dit kan. Is dit niet al daar extra open nu? Mm-hmm. Extra open dan dat het was? Wat denk je zelf? Niet toch? Nee. Okay. Maar ik denk dat wij steeds minder de fotograaf en de grafisch ontwerper zijn geworden. Ja, denk ik ook. Aan het begin was het heel erg wat ons samenbracht, was nog die soort van het vinden van die techniek. Van hé, hoe zou dit kunnen werken? En na een tijdje begonnen we ook, omdat we er meer mee bezig waren, ons af te vragen waarom willen we dit dan eigenlijk dan niet? We hebben er echt heel lang mee zitten worstelen met die titel, denk ik. 2 jaar. Ja, wel 2 jaar zeker. We waren een titel hebben die niet inderdaad dus alleen maar refereerde naar die techniek, maar die ook wat meer over, waar wat meer die zoektocht in zat. En toen kwamen we op dat traces aspect van sporen, van je zoekt dingen, daar zit heel erg een beetje dat onderzoekende gedeelte erin. Ja, maar het zijn eigenlijk 2 hele bekende technieken die je samenvoegt. Dus het zijn sporen van het bekende juist. Ja, ook in de beelden die we maken. Ja. En daarnaast vind ik de soort van de onderlaag erbij van dat een foto altijd sporen van de realiteit bevat, maar eigenlijk nooit de realiteit volledig vastlegt. En dat een beetje het zou ook een jongensboektitel kunnen zijn of zo. En dat waren we ook heel graag, dat een beetje een avontuurtje was of zo. Ja. Ik heb daarbij dat ik niet zozeer per se het gevoel heb van ik wil dit verhaal vertellen, maar ik wil veel meer dat het een vraag oproept van wat is een foto, waar zit ik naar te kijken en dat je daar kritisch tegen blijft reflecteren of zo. Als je dat krijgt tijdens het doorlopen van die expositie, dan zou ik tevreden zijn.